van wie ben ik allemaal fan? Van Wim de Vilder op het journaal. Van Martijn Heylen in God en Klein Pirke. Iedereen heeft zijn eigen karakter. Ik ben al jaren fan van Koen Wouters. Die blijft dat goed doen. Die is weer genomineerd. Ik vind ook dat hij dat eindelijk eens moet winnen ook. Ik denk, beste presentator. Jeroen Meus. Nog eens. Bedankt. Het is maar, hoe meer dat hij er wint dit jaar, hoe meer dat ik er volgend jaar kan winnen. Dat is de enige dat ik liever niet win. Omdat ik mij niet echt een presentator voel. Ik vind dat dat moet uitgaan naar de echte mensen die dat metier onder de knie hebben. Zoals Stefan Herwegen. Mag dat van mij zeker winnen. Koen Wouters, Bart Peters moest daar ook nog bij, vond ik. Ben Grabé. Ik denk persoonlijk dat Jeroen Meus vanavond wel met misschien wel als presentator toch een van de betere gaat zijn. Marcel van Tilt is natuurlijk ook altijd een kanshebber. Ik weet zelf niet of dat Jeroen Meus genomineerd is. Ik kom hier eigenlijk gewoon voor de gratis drank. Als ik nu moet kiezen tussen Koen de Graaf of Bruno van den Broeken of van... Oh, dat vind ik... De beste acteur vind ik Jeroen Meus. Ik hoop wel dat Villa van Tilt iets wint. Omdat is een programma en dat is dan meer een prijs naar heel de ploeg die dat maakt. En ook naar de steden en de sfeer in de zomer. Daar ga ik zeker blij mee zijn. Ja. Maar dat, ook daar is de concurrentie heel scherp. The Voice, So You Think You Can Dance, de Pappenheimers met 2 miljoen kijkers. Heel moeilijk om te winnen. Het is de Ronde van Vlaanderen voor televisiesterren. Maar ik heb goede benen. Aan het blijden. Ik ben geëmotioneerd, ik wil dat eerlijk toegeven. Ja. Straf. Dus even sprakeloos. Dat is zo. Ja, dat pakken ze me niet af, dat is een mooie herinnering. En dat gaat altijd iets zijn om te onthouden. Ja, ik denk dat ik er morgen mee naar huis ga. Naar het ouderlijk huis. Ik denk dat die aan onze pa gaat geven. Het is fijn om een reizende ster te zijn. Ik had het niet echt verwacht. Ik kan alleen maar zeer dankbaar dankjewel zeggen. Het zou kunnen dat de zussen Debbie en Nancy mijn hulp zullen inroepen. Maar verder mag ik daar niks over zeggen. Ja, twee prijzen op een maand tijd. Ik vind dat prachtig. Ik zal misschien investeren in een kast om die dingen daarin te zetten. Of ze aan mijn ouders geven.